We gaan de poetskisten en de poetstas gaan we schoonmaken. Zo, en de borstels. Veel plezier met kijken. Ik ga nu de borstels eruit halen. Deze twee halsters met het halstertouw gaan in de wasmachine. Op 40 graden met wat handdoeken. Ik ga uit alle borstels ga ik de haren, strootjes, stroep ga ik eruit halen. Ik heb bakpapier op de tafel gelegd om het op te vangen. Ik ga eerst alles onder de warme kraan houden. Ik ga nu de borstels onder de kraan houden. Ik ga een bak met heet water vullen. Ik ga nu betadine en shampoo erin doen. Oh. Nog een flinke schop betadine. Moet je op het knopje drukken en draaien. Kan je dat? Kindersluiting. Oh, wacht even. Is het dan gevaarlijk voor kinderen? Nou, het valt onder de medicijnen, dus je moet altijd met betadine voorzichtig zijn. Het is antibacterieel. En daar hebben we mama's voor. Een flinke scheut erin. En dit is om de bacteriën te doden. Ja, dus een flinke schuit erin. En nog maar een beetje. Ja, oh. Dus nou ziet het er zo uit. Nu heeft het ook kleur. Zo, dan mag je even met een borst, met de hoevenkrabber of zo even flink mengen. Zo, en nu zie je er helemaal niks meer van. En dan gaan alle borstels erin. Je begint met de grootste en dan de kleinste. En dit laat je een half uurtje staan. Ik pak een oud doekje en daarmee maak ik de onderkant van mijn poestas schoon. De bodem. Ja, de bodem. Hoe je het wilt noemen. Ik heb hem hiervoor al in het water gehouden. Nou, die mag drogen. Ja. Nou, dan ga ik mijn borstels die even hebben geweekt, ga ik tegen elkaar doen. Om ze schoon te maken. Ja, kijk, ze zijn mooi wit. Nu kan je ook heel makkelijk deze dingetjes zien. Maar als een magic brush krijg je het niet zo heel makkelijk eruit. Ik ga ze nu zo schoonmaken. Nou, als ik hem schoon heb gemaakt, dan leg ik hem in de bak. In de gootsteen. In de gootsteen. En zo doe ik al mijn borstels. Ik ben nu bezig met mijn laatste borstels. Ik ga de borstels uitspoelen. En als ik ze afgespoeld heb, leg ik ze op een aan de tafel. Oh ja. Nee, doen. Nou, borstel 1. En dan leg ik hem neer. Ik ben klaar met uitspoelen. Hier zo liggen ze. Ik zal jullie even nu uitleggen waarom sommige rechtop staan. Deze kon niet rechtop staan. En dan kan het vuil en het water eruit druipen. Zo kan je ze laten drogen. Maar als je wilt dat het sneller gaat, dan ga je verder. Dus ik heb dit. Mijn borstels zijn bijna droog, dus ik ga dit erop spuiten. Zit 1/3. 1/3 alcohol, 1/3 schoonmaakazijn, 1/3 water. 1/3 water. En die ga ik er nu overheen voor de bacteriën. Dus zo. Ja, spuit hem erop. Een beetje ver af. Ja. Ik doe al mijn borstels en laat ik ze allemaal drogen.
alles is droog en schoon. En deze. En deze hebt van de haren zijn heerlijk zacht. En deze natuurlijk ook. Dus ze zijn echt helemaal droog. En ik ga nu de bodem erin doen. Mijn halsers zijn schoon. Dan doe ik nu de bodem erin. Laatste restjes eruit. Zo. Dan ga ik nu al mijn borstels erin doen. Zorg wel dat je de keuken goed achterlaat, want niet alle mama's en papa's rijden paard. Mijn borstels is nu helemaal mooi schoon. Bedankt voor het kijken. Geef al een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal, dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!